traphekje koop je voor de veiligheid van je kind. Maar in onze test vonden we er best wel veel, waarbij dat een groot probleem is. Nou, waar moet je nou op letten als je een traphekje wil kopen dat én veilig is en prettig in het gebruik? Belangrijk als je gaat shoppen voor een traphekje is dat je naar een winkel gaat waar ze zijn opgesteld, zodat je ze kunt proberen. Zoals hier. Er zijn verschillende soorten traphekjes. Bekend zijn spijlenhekjes, maar je hebt ook vouwhekjes en flexibele rolhekjes. Bij de spijlenhekjes is het belangrijk dat de spijlen niet te ver uit elkaar zitten, zodat een kind zich er niet doorheen kan wrikken. Nou, die spijlen die moeten volgens de norm 6,5 centimeter uit elkaar zitten. Maar ja, je hebt natuurlijk geen centimeter bij je als je naar de winkel gaat. Maar je kunt het testen met je vuist. Die mag er niet doorheen passen. Nou, op die spijlenhekjes er zijn natuurlijk allerlei onderdelen waar een kindje op kan gaan staan. En je moet er goed op letten dat er minstens 65 centimeter zit tussen de plek waar een kind op kan gaan staan en de bovenkant, zodat een kindje er niet overheen kan klimmen. En check ook even of er geen scherpe randen aan zitten en of er geen onderdelen bij zitten waar een kindje met zijn vingertjes tussen kan komen of beklemd in kan raken. Dan heb je de vouwhekjes. Die komen als veiligste uit onze test. En dat komt vooral doordat er geen onderdelen zijn waar een kind op kan gaan staan. En hij kan er geen armpjes en beentjes doorheen steken. Het nadeel van deze hekjes is wel dat ze niet zo breed zijn in te stellen. Nou, dan heb je ook dit soort flexibele rolhekjes. Die zijn heel compact als ze opgerold zijn. Alleen ze kwamen als niet zo veilig uit onze test. En het voornaamste probleem daarvan is dat een kind ze heel makkelijk kan indeuken, waardoor hij zich kan optrekken en er overheen kan klimmen. Of eronder door. En daarom raden we het gebruik van deze hekjes eigenlijk af. Vooral bovenaan de trap. Er zijn ook een paar dingen waar je op moet letten bij alle soorten hekjes. Bijvoorbeeld dat die breed genoeg is. Dus neem de maten mee naar de winkel. Nou, de meeste hekjes die zijn op verschillende breedte instelbaar, zoals met een systeem als dit. En er zijn ook hekjes waarbij je een tussenstuk ertussen kan zetten. En soms moet je die er apart bij kopen. Er zijn verschillende manieren om een traphekje te bevestigen aan de muur of trappost. Het systeem waarvoor je het meeste moet boren en schroeven is dit systeem waarbij je een houder bevestigt aan de muur of trappost. Maar dat is ook het stevigste systeem. Dan heb je een systeem waarbij je een soort muurhouders tegen de muur aanschroeft. En daar klem je het hekje in. En het laatste systeem waarvoor je helemaal niet hoeft te boren of te schroeven is een klemsysteem. Maar je moet dan wel heel goed opletten dat het hekje stevig genoeg vast zit. Dus probeer dat goed in de winkel. Want in onze test vonden we veel van dit soort systemen die losschoten bij de botstest. Het onderdeel van het traphekje wat je het vaakste gaat gebruiken is natuurlijk het slot. En er zijn allerlei verschillende soorten sloten en die zijn allemaal ingewikkeld. Maar dat heeft met veiligheidsvoorschriften te maken, dus daar ontkom je niet aan. Maar probeer in elk geval in de winkel of je het een prettig bedienbaar slot vindt. En vooral met een spartelende baby op je arm. Een traphekje moet natuurlijk ook goed in het slot vallen. En dat moet je eigenlijk eventjes controleren of die goed dicht zit. En dat is extra makkelijk als je bijvoorbeeld met een duidelijke klik kunt voelen of horen of die goed dicht zit. Heel veel ongelukken met traphekjes hebben te maken met verkeerde installatie of verkeerd gebruik van het traphekje. Dus gebruik en installeer hem echt precies volgens de instructies. En let er vooral bij het installeren heel goed op dat er niet te veel ruimte komt tussen het traphekje en de muur en het traphekje en de vloer. Wil je weten bij welke traphekjes wij veiligheidsproblemen hebben gevonden en welke er veilig en makkelijk in het gebruik zijn? Kijk dan op onze website.